Niet alleen de loonwerkers waren zaterdagmorgen vroeg op om de mais te oogsten. Ook een groot aantal lopers van de loopgroep AG85 uit Nieuw-Leuzen had de wekker gezet en verzamelde zich. Men wilde de oud-eigenaar van de hoofdsponsor op ludieke wijze verrassen op deze vroege zaterdagmorgen. Dus werd er een bed voorgereden en nadat dat bed was opgetuigd met teksten en ballonnen, werd er koers gezet naar het huis van de oud-eigenaar van deze hoofdsponsor. En natuurlijk, de teksten hadden allemaal te maken met bedden en met lopen. En hier is het dan. Hier is de woning van de hoofdsponsor. Na een halve marathon volbracht te hebben, werd er binnengedraaid. En natuurlijk, komt het belletje drukken om te kijken of de heer Talen al wakker is. Het duurde ongeveer een kwartier, maar eindelijk kwam hij daaraan. Helaas niet in pyjama, maar de lol was er niet minder om. Lubert de Stalen kon de actie wel waarderen en genoot er zichtbaar van. Hij zei mooi gedaan en klom ook vlot in het bed. En dan werd er koers gezet naar de zaak, maar natuurlijk niet rechtstreeks. Eerst even een rondje door Nieuw-Leuzen om te laten zien hoe AG85 een hoofdsponsor bedankt. En Lubert zat er heel veel schik om en stak de duim omhoog. Hij wilde dan geen officieel afscheid, vandaar dat hij nu met ons meereed. Was een van de spreuken die op het bed stond. Of Lubert is stop met bedden verkopen, maar AG85 stopt nog lang niet met hardlopen. Heb je je leven lang bedden verkocht en vloog Lubetters bijna met het laatste bed uit de bocht. En aangekomen bij de winkel werd er een slaapmutsje opgezet en die zal er ook ongetwijfeld nog op genomen worden. En werd het bed met Lubetters erin de winkel binnengereden. En in de winkel bekeken de oud-eigenaar het allemaal eens eventjes goed. En genoot hij van de teksten en vond hij het allemaal prachtig. En werd er natuurlijk even een bak koffie gedaan en daar hoort een gebakje bij. Erg mooi. Leuke dag. En dan kreeg Lubert dus ook een bos bloemen en een ontbijtpakket omdat hij vanmorgen een ontbijt had moeten missen. Nou. Veel plezier en veel succes allemaal met jullie loopcarrière en ontspanning met het lopen. En hartstikke leuk. Blijf verrast morgen. Dankjewel. En ook de nieuwe eigenaar van Bos Bedden ontving een bos bloemen en een ontbijtpakket. En dan allemaal nog eventjes op de foto.